Oké, laten we het even hebben over mijn first date seizoen. Niet het beste seizoen. Ik heb één video gemaakt volgens mij en dat was niet eens een echte date. En de fragmenten die ik op TikTok zie, word ik ook niet vrolijk van. Heb je splitten? Ik kan niet splitten, ik heb geen geld bij me. Heb je serieus geen geld bij je? Nee, ik heb echt geen geld bij me. Maakt niet uit, geen liefde, we gaan het toch bekijken. Ik moet dit zien. Letterlijk, want jullie hebben me 150 keer getagd. Zo erg bleek deze date te zijn. De date night gaat van start met Ali en het is verbazingwekkend dat hij het restaurant heeft weten te vinden. Ik heb hier mijn TomTom. Die helpt me altijd de weg terug te vinden, want ik ben best wel vaak de weg kwijt. En met dit ding komt het altijd wel goed dan. Ja, ja, ja. Iets wat ik mee moet nemen wat me een beetje in het leven helpt. Ja, ja. Links afslaan, daarna rechts afslaan. Ik heb iets bij me. Ik heb iets bij me. Die TomTom eruit trekken. En waarom zit hij ook in de doos nog, de TomTom? Was hij het echt vergeten? Ging hij net voordat hij er was even langs de Mediamarkt? Die zit namelijk wel in de buurt van het First Days restaurant. En nog een ding. Student in tussenjaar. Je bent gewoon een student als je studeert. Ik ben wel eens verliefd geweest, maar ik heb nog nooit een relatie gehad. Omdat ik verliefd was op Katja Schuurman. Hallo. Waarom vertelt hij het ook alsof het de clue van een mop was? Omdat ik verliefd was op Katja Schuurman. Snap je? Hey, buurman, waar is de kat? Ja, in de schuur, man. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hallo, Ali. Goeiedag. Hi. Wat kijk jij mij indringend aan? Wat wil je mij zeggen? Ik wil jou helemaal niks zeggen. Oh, oké. Je ziet er fantastisch uit. Oh, dank je wel. Dat wou ik je zeggen. Ali heeft tips gegoogeld om te flirten. Hoe moet ik flirten? Nog voor mijn date begint. Oogcontact houden. Nu klopt dat, maar hoef je dat niet te doen vanaf de deur onafgebroken. Maar de compliment... Je ziet er fantastisch uit. Oh, dit gaat aan worden, mensen. Ik val op vrouwen met een goede atmosfeer om zich heen. Die matchen met mijn atmosfeer. Bedoelt hij niet aura, een goede aura? De atmosfeer is toch gewoon... Ik hou van vrouwen met een goede atmosfeer, net zoals ik. Echt gewoon een goede stevige dampkring. Gewoon echt een... Godverdomme. Gewoon echt een kring van dampel. Ja, ik hou daar gewoon van. Gewoon de eerste, joh. Ja, zeker. Hi, man. Max. Ali, man. Ali. Aangenaam. Hoe gaat het? Ja, gaat relaxed, man. Ja? Ja, met jou? Ook ontspannen. Ja, toch? Ik word helemaal rustig van jou. Ja, echt? Maar ga je mee? Oh, fijn, fijn. Max, fijn dat je je zo ontspannen voelt tijdens het innemen van Victor's plek. Even serieus, waar is Victor? What the fuck? Ja. Maar ga je mij nu niet vragen wat wil je, Jos? Ik wacht op dat jij hebt een lijstje. Wil je gewoon weet je wat je wil? Nee, je moet even vragen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon wat lekkers van jou maken. Ja, toch? Is cool, man. Ja, toch? Is cool, man. Ik denk dat ik jou al ken. Ja? Ik ga een beetje een pittig drankje maken. Ja, toch? Ja, ja? Toch? Een goede cool, kick man. Erin. 100. Oh, jezus. Waarom zijn die airhubs niet waterdicht? Wat heb je aan een fles als die niet waterdicht is? Even het fragment opnieuw, anders is mijn joke niet meer leuk. Pittig drankje maken. Ja, toch? Ja, toch? Een goede kick erin. 100. 100? Zullen we gewoon beginnen met eentje? Je moet ook nog op date en zo. Zo, wat heb je hier gebracht vanavond? Ik zeg je eerlijk, ik heb tussenjaar toch? Ja. Tussenjaar van daten? Nee, tussenjaar van studie gewoon toch? Okay. Dus ik dacht gewoon even chillen, een beetje eten. Wat? Hij neemt een tussenjaar van zijn studie om te gaan eten? Hij gaat een heel jaar eten. Fuck man, wat in deze huidige economie, dan kan je hooguit een tussenjaar nemen om keihard te gaan werken. Zodat je je studie kan bekostigen. Dat is de enige reden. Kiel, gaat een jaar eten. Ja. Koop op een leuk meisje, dan heb ik ook nog een leuke vibe. Je toch gewoon, okay. Gewoon een leuke chillings toch? Ja, 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 ja. Ja man, dat is eigenlijk waar ik op hoop man. Ja man, en ik denk dat ik dan nog een tussenjaar neem en dan kunnen we samen een heel jaar eten. Ja man, klinkt eigenlijk best wel goed nu ik erover nadenk. Waarom heb ik het gevoel als ik één week op vakantie ga dat ik bijna failliet ben? En deze keel kan een heel jaar lang niet werken, niet studeren en alleen maar eten. En hoe gaat het daten nu dan? Ja, gaat wel stabiel man. Maar het is niet echt daten wat je het kan noemen, snap je? Oké. Maar het is niet dat ik iemand echt beter leer kennen of zo. Oppervlakkige, ja. Oppervlakkige, ja man. Een beetje op de oppervlakte, zeg maar. Ja, ja, ja. Zeg maar als je dan zo'n vlak hebt en dan... Er bovenop. Nog net niet die inhoud, snap je? Nee man, gewoon de uiterlijk. Gewoon de oppervlakte. Vanavond wil je die diepte induiken. Ja, maar je hebt gewoon... Niet meer. Stop je aan de oppervlakte blijven, snap je? Vanavond wil ik kubieke meters zien. Ja? Ja, man. Die blijven niet meer alleen op dat vierkant, snap je? Op de vlakte. Je wil gewoon de bodem bereiken. Ik wil de bodem bereiken. Okay. Ja, dat is... Wat? Nee. De bodem bereiken? Nee, dat klinkt negatief. Maar wat? De bodem? Niemand wil de bodem bereiken. Ik wil de bodem van mijn nasi-bak bereiken. We gaan voor Titanic. Oh nee, niet Titanic. Titanic, nee, die gaan we niet. Yo, wow, what the fuck?
Nee, dat is niet. What the fuck? Nee, dat is helemaal niet wat ik wilde. Er zijn echt 1500 mensen overleden die dag. Nee, dat is, ik wil gewoon zeggen dat ik een vrouw wil leren kennen. Dit ging heel snel verkeerd. Jeez. Fuck, dat is een raar gesprek, man. Waar is Victor? Nee, we gaan niet zo diep zinken. We moeten wel weer heel uit boven water komen. Ja, man. Ik ga er wel echt laten paaien, man. Ja? Ja, ik ben gewoon skeer, man. Daar ga ik geen indruk mee maken. Dat maakt niet eens uit. Hij komt gewoon echt voor het eten. Wacht, hij eet al een heel jaar. En nu hij op date gaat op nationale televisie, heeft hij opeens geen geld om te eten. Hoe dan? Wat nou als zij verwacht dat jij betaalt? Wat ga je dan doen? Maar ik ga gewoon tegen haar zeggen van ja. Weet je toch? Ik heb jouw gezelligheid gebracht. Jij mag me ook iets brengen, toch? Zij brengt toch ook gezelligheid? What the fuck? En wat als zij straks binnenkomt met een cadeau? Wat dan? Ik snap nu ergens dat zijn datingsleven een beetje aan de oppervlakte blijft. Nog net niet die inhoud. Aura heeft vandaag behoorlijk wat werk gemaakt van zichzelf. Ik hou heel erg van make-up. Ik heb vanochtend 2,5 uur voor de spiegel gestaan. Dus... Hey! Hey, hij wilde toch een goede aura? Hier is ze! Aura! What the fuck? Goede atmosfeer om zich heen. Ah nee, hij wil dan een goede dampkring. Ik hou heel erg van make-up. Ik heb vanochtend 2,5 uur voor de spiegel gestaan. Dus ik hoop dat mijn date vindt dat ik er leuk uitzie. Oh, cutie. Ja, dat gaat hij vinden. Tuurlijk gaat hij dat vinden. Kijk hoe beeldig en leuk je eruit ziet. De vraag is meer, ga jij dat ook vinden van zijn zwarte volwassen shirt? Hallo. Hi, goedenavond. Hallo Aura, goedenavond. Hi. Hi. Aura. Wat heb je een mooie glimlach. Nee. Nee, opeens gaat hij zijn stoere gezicht opzetten. Wat, hij gaat nu al hard to get zijn tegen... Ze heeft de jas nog aan. Kijk, super lief, onschuldig gezicht. Hé, ik laat haar peeën, man. Dankjewel. Ja, je zit al te koekeloeren, hè? Ja. Ja, koekeloeren. Hé, dat is compliment 1. Die is al in de pocket. Nu hij nog. Looking lovely. Dankjewel, oh. Dankjewel. Hallo, hi. Ali. Hi, ik ben Aura. Aangenaam. Hi. Alles goed? Ja, zeker met jou? Ja, nu gaat het wel goed hoor. Ja? Ja man, je hebt harde patas aan man. Dankjewel. Ja, ik zeg je eerlijk, ik fok echt met je patas man. Dankjewel. Ja man, Yusuf man. Oké, hey, het is iets. Het is iets, het is een compliment. Hij bedoelde te zeggen, je ziet er prachtig uit. Gewoon precies wat hij net wel tegen haar zei. Maar het kwam eruit als harde patas aan man. Eerlijk, ik fok echt met je patas man. Dankjewel. Ja man, Yusuf man. Kom je van ver? Kom van Utrecht, man. Oh, valt wel mee. Een vrouw in de eerste 12 seconden 6 keer man noemen, zou ik zelf niet hebben gekozen als game. Maar hey, misschien valt ze erop. Dus ik zou het zelf in eerste instantie niet zo gezegd hebben en toch wel even wat sneller voor normaal ABN gekozen hebben. Oké, ze valt er niet op. Dit wordt een topdate. Dit wordt een superdate. Ja, hey, dat is spannend, man. Ze hoort je, hè? Oh. Ja, ik hoor je gewoon. What the fuck? Ze is best spang, man. Terwijl ze naast je zit. Wat, is hij nog nooit op een date geweest? Of opgevoed? Ja, ja, ze hoort me, maar ze ziet me niet. Je krijgt trouble. Ik dacht wat in mijn hoofd was. Goedenavond. Hi, goedenavond. Max. Hi, ik ben Aura. Aangenaam, Aura. Mooie naam. Dankjewel, dankjewel. Dat, Ali, dat is hoe je iemand een compliment geeft. Ik vond wat er echt uitsprong, was haar gezicht. Ik vind de Aziatische dames wel mooi, knap. Juist, Ali, dat is hoe je een compliment geeft. Nice. Gewoon ABN, niet over iets wat ze heeft gekocht, maar gewoon de gezicht of heel plaatje. Oké, okay, hou dat vol, hou dat vol. Ik vind je oudje echt aan, man. Fucking hell, Jesus Christ. Het lijkt me gewoon een aardige vent. En hij heeft een passie. Hier mijn tomtom. Laat dat zien. Nee, oké, laat maar. Mag ik ravioli? Ja, ravioli. Mag je menukaart? Dankjewel. En voor jou? Ravioli. Ook ravioli. Ja, toch. Wat is ravioli eigenlijk? Ik ben het even kwijt. Pasta. Oh ja, ik was helemaal kwijt. Oké. Voor iemand die al een jaar lang aan het eten is, had ik al iets meer kennis verwacht over pasta. Helemaal kwijt. Ik was helemaal kwijt. Ja man, hij is net als bolognese en zo, toch? Bolognese? Polonaise. Bolognese. Polonaise? Ik weet ook niet of hij het expres doet of niet. Is hij nou dom of maakt hij jokes? Wat doe jij? Ik doe farmacie op dit moment. Farmacie? Ja. Oké, okay. Interessant. In Utrecht. Oké. Okay. Een HBO of? Is de WO, maar ja, maar unietje gewoon. Okay. Snap je? Oké. Okay. Oké, dat is iets waar hij indruk mee maakt. Okay. Snap je? Okay. Je moet wel weten met wie je aan tafel zit. Oké, en het is weer weg. Ik ben een Unie-gast! Je moet weten met wie aan tafel zit, ik ben slim! Tuurlijk! Ik weet niet wat ravioli is. Maar verder! Bro. Bro. Dank,
Bro. Bro. Mijn lieve knikker tegen. Sorry man, sorry man. Hey, kan ik nog een drankje krijgen? Bro. Bro, kan ik nog een drankje krijgen? Kills 20, hè? Lijkt alsof hij voor het allereerst buiten de deur is. Als je me met meneer wil aanspreken. Meneer? Ja, wat het is een jonge man? Zou ik alsjeblieft een drankje kunnen krijgen? Absoluut. Wilt u misschien hetzelfde als daarnet? Dat lijkt me wel lekker, ja. Dat ga ik meteen voor u halen. Dank je wel. Cola van je. Cola komt eraan. Dank je wel. Ah, en dan eerst over je eigen drankje beginnen. Je moet eerst vragen wat de fuck je date wil drinken misschien. Dit is denk ik het resultaat van je cruciaalste jaren in een pandemie zitten. Maar date je vaker in restaurants? Nee. Maar jij ook niet, zo te zien. Deze date gaat niet echt top. Maar het had ook slechter gekund. Je weet toch, dus ja. Want wat vind je er niet top aan? Het enige wat ik niet er top aan vind... Gewoon, ik denk dat de woorden die ik gebruik en de manier waarop niet echt aansluiten bij hoe jij het wilt. Snap je? Dat jij iets anders... Oh, oké, wat? Ook al zei hij dat de date kut ging, het was het meest aantrekkelijke wat hij tot nu toe heeft uitgekraamd. Ja, maar en dat voel ik aan. En ik zou oprecht wel gewoon kunnen praten zoals jij wilt. Maar ik doe dat niet. Ik wist het. Ik wist dat er een maak van. Hey, het is bijna onmogelijk, maar het meest ongemakkelijke moet nog komen. Hij zei net aan de bar natuurlijk dat hij haar de rekening liet betalen. Dat moet nog gebeuren. Swift. Ja toch, dankjewel. Oh, oké, hij komt erop terug. Ik ga kijken, wil niet zeggen dat ik ga betalen. Oké. Waarom pakt hij die kist in eerste instantie? Even kijken, oh, het is €56,50. Daar maakt zij €70 van. Wat is je opeens kassamedewerker? Ik zeg je eerlijk. Geen doekel, man. Ik heb geen geld. Je hebt geen geld? Ga jij betalen? Wil je dat ik betaal? Ja, ik heb geen geld, man. Ik ben skeer, man. Ben je skeer? Ja, maar ik heb tank betaald. Geen geld meer. Oh. Dus ik ga maar jou geven. Ja? Pak wel die pepermuntje. Ga je maar mij geven? Ja, ja, ja. Serieus? Ja. Pak wel die pepermuntje. Ik wil dood. Zegt hij ook nog eens? Ja, maar ik heb tank betaald. Heb je jezelf opgegeven voor dit programma? Tuurlijk moet je eigen tank betalen. En hoe is zij hier gekomen? Zij heeft toch ook de eigen tank betaald? Ik snap het echt wel. Hè? Als je skeer bent, dan kan je gewoon splitten. Maar ten eerste zeg je dat niet zo. Dus ik ga maar jou geven. En ten tweede, als je dus skeer bent om zelfs je eigen deel te betalen, blijf fucking thuis. Blijf thuis. Ga letterlijk eerst een halve middag in de Albert Heijn werken en je kan het betalen. Maar ik vind, we leven in 2023. Vrouw moet betalen. Vrouw moet betalen. Ja, is goed. Ja, toch? Ja. Oh, dat zou ik niet eens hebben gedaan. Ik zweer, zou ik niet hebben gedaan. Nee hoor, op die manier ben je gek of zo. Ga lekker afwassen. Of rijd terug naar huis en kom daarna weer terug met je geld. Dan wacht ik hier met Max, die me wel complimenten geeft. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Nee. Hij is degene die nee zei. Ik heb het gewoon cash in de auto liggen, toch? Ik ga het gewoon zo pakken, is geen stress. Ja. Oh, waarom zei hij dat niet direct? Waarom zei hij niet gewoon, maar ik taal je zo terug wel. Het ligt gewoon in mijn auto naast mijn tomtom. Zou ik je anders mijn tomtom gelijk laten zien?